Hallo allemaal, welkom op mijn kanaal. Ik heb hier iets heel leuks, want ik heb hier de Holiday Collection van She Glam. Ik heb deze set, die kostte 29 euro en ik heb de highlighter brush, die kostte 3 euro. De highlighter brush is nog beschikbaar. De set niet meer op dit moment, maar ik hoop dat die nog weer beschikbaar gaat komen. Hij ziet er super leuk uit, zoals je kan zien. Heel schattig, met een strikje. En dan kan je hem zo openvouwen, als dat lukt. Ja, kijk, dan kan je hem zo openvouwen. Zoals je ziet, mist er iets. Want ik heb de spons er al uitgehaald. Die zat er ook nog in. Dit is dan hoe de set eruit ziet. Met een oogschaduwpaletje, een highlighter, 4 verschillende kleuren eyeliner... En 3 keer een lipgloss. Ik vind het er echt heel schattig uitzien. Wat betreft de spons, die heb ik dus al gebruikt om mijn basis make-up alvast aan te brengen. Ik vind hem niet zo fijn. Helaas. Om 2 verschillende redenen. Ten eerste, ik weet niet of jullie dat gaan kunnen zien. Oh, misschien wel. Er zitten allemaal kleine glittertjes in. Die kleine glittertjes hebben ervoor gezorgd dat nu mijn hele gezicht onder de kleine glittertjes zit. Want die komen los als je de spons gebruikt. Vind ik niet zo prettig. En daarbij, hij is heel lekker zacht. Maar hij is ook zo zacht dat hij heel veel van mijn product opzuigt. En dat vind ik zonde. Dus ik vind het niet zo'n hele fijne spons. Die zou ik niet zo heel vaak meer gebruiken. Maar dan gaan we door met de rest van de collectie. En dan gaan we beginnen... Met de highlighter. Die ziet er dan zo uit. In een doosje. Oh, wauw. Heel mooi. Met al die glittertjes. Ja, echt heel mooi. Mooie kleur ook. Ja, ik vind hem heel cool. En die gaan we dan aanbrengen. Met de kwast. Oh, die ziet er ook heel mooi uit. Kijk. Ik gebruik normaal gesproken niet zo'n soort highlighter kwast. Ik heb altijd zo'n soort highlighter kwast. Maar ja, hij voelt op zich wel zacht aan. Hij voelt goed aan. En ik vind het handvat heel mooi. Heel mooi kersterig. Ja, echt voor de feestdagen. Niet dat iemand er wat van gaat terugzien waarmee je highlighter hebt aangebracht. Maar toch, het is wel leuk. Oké, daar gaan we. Ja, mooi. Heel mooi. Ja, ik vind hem echt heel mooi. Het is een hele mooie kleur. Ja, ik vind hem echt heel mooi. En ik denk dat deze best prima gaat zijn voor mensen die nog iets lichter zijn dan ik. Maar ook nog wel voor mensen die net iets donkerder zijn dan ik. Heb je echt een donkere huidskleur, dan is hij te licht. Maar ja, ik denk dat hij best redelijk is voor een lichte tot medium huidskleur. Dus ja, ik ben er blij mee. Ik vind hem echt heel mooi. En deze ga ik zeker nog vaker gebruiken. Ik vind hem echt heel gaaf. Mooi. Wat betreft de kwast, ja, op zich dikke prima. Ik zal misschien niet iedere keer nu mijn highlighter met zo'n kwastje gaan aanbrengen. Maar hij is wel heel lekker zacht en als je sowieso altijd zo'n kwastje gebruikt, dan is die prima. Ja, prima kwastje. Niks op aan te merken. Dan gaan we door met het oogschaduwpaletje. Die zit in zo'nzelfde soort doosje als de highlighter. En die heeft dan zo'nzelfde soort verpakking. En dit is hoe die eruit ziet. Een heel mooi natuurlijk oogschaduwpaletje. Ik ben heel benieuwd. Vooral naar de shimmers. Ik zal er even een paar swatchen. Deze. Deze. Deze.
Zo zien ze eruit. Ja, mooi. Ze zijn volgens mij wel wat korrelig. Maar op zich wel mooi. We gaan het gewoon aanbrengen op de ogen en dan gaan we zien hoe het eruit ziet. Ik heb mijn oogleden al geprimed, dus we kunnen gelijk beginnen. En dan beginnen we met de allerlichtste matte kleur in het paletje, dat is deze. En die breng ik gewoon zo een beetje ruim aan. Ja, deze kleur ligt heel dicht bij mijn eigen huidskleur, dus daar zal je niet heel veel van zien. Hij is wel heel poederig. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Ja. Er is heel veel kickback in de pen. Nou vind ik dat op zich niet zo heel erg. Maar ik weet dat er mensen zijn die dat wel heel vervelend vinden. Dus bij deze, dan weet je dat. Oké, dan gaan we... Even kijken hoor. Naar deze kleur. Die heet Wonderland. En die kleur brengen we aan in de arcadeboog. Maar dan onder die andere kleur. Dus echt in de arcadeboog in plaats van ook erboven. Oké, dan zit die kleur erop. Ik heb er wel iets wat moeite voor moeten doen. Maar het ziet er wel mooi uit. Dan gaan we de buitenste ooghoek een klein beetje donkerder maken met deze kleur. Die heet Oh Dear. Dat is de donkerste matte kleur in het palet. En die brengen we dan alleen zo een beetje in de buitenste ooghoek aan. Die is op zich wel mooi gepigmenteerd. Dan trek ik die kleur ook weer een beetje door op de onderste wimperwand. Heel licht. Niet te veel. En dan blend ik die kleuren in elkaar met die allereerste kwast. Zonder daar extra product mee op te pakken. Oké, dan ga ik voor een shimmerkleur en dan ga ik voor deze. Dat is You Love This. Die breng ik aan met mijn vinger. Het is een hele mooie glitterige kleur, maar hij heeft wel heel veel fallout. Maar echt heel veel. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Ja, daar was ik bang voor. Dat is natuurlijk echt niet meer weg te krijgen. Ja, misschien als je deze kleur gebruikt dat je eerst je oogmake-up moet doen. Dan blend ik nog even over de rand. Zodat er geen harde lijn is tussen de matte en de shimmerkleur. Overigens, zodra ik dat doe, valt er weer een hele hoop glitter naar beneden. Ik vind het een mooi paletje. Hij is ook heel beginnersvriendelijk. Juist omdat de pigmentatie niet heel extreem is. En je het best wel moet opbouwen. Gebruik je ook niet zo snel te veel. Zit er niet ineens te veel oogschaduw op je oog. Waardoor je dus heel veel moet blenden. Dus ja, ook voor beginners vind ik dit paletje zeker fijn. Ik vind hem fijn. Ik vind het een mooi paletje. Wat ik zeg, je moet er iets harder voor werken. Maar de look is prachtig, zoals die eruit ziet. Ik ben er blij mee. Oké, dan gaan we door met de eyeliners. Daar moet ik wel even een kleine disclaimer bij plaatsen. Ik gebruik nooit eyeliner. En dat heeft een hele goede reden. Ik kan het gewoon niet. Ik ben er gewoon niet goed in. Ik ga het wel doen. Maar dan weten jullie het alvast. Als het er nou niet uitziet, dan heb ik het op voorhand gezegd. We hebben hem in 4 kleuren. In de kleur Tinsel. Ik zal ze even allemaal voor jullie swatchen. Tinsel, dat is een gouden kleur. In de kleur Pine. En Pine, dat is een hele mooie, ja, blauwige kleur. Echt heel gaaf. Dan heb ik nog de kleur Figgy.
En Figgy is een hele mooie roze kleur. En dan hebben we nog Nadi. En Nadi is een rode kleur. Ook heel gaaf. Dan ga ik voor Figgy. Ja, dat is die roze kleur. Ik denk dat ik dat wel gaaf vind. Bij deze ooglook. Oké, okay, daar gaan we. Wish me luck. Dit is dan hoe het eruit ziet. Buiten het feit dat mijn wing echt... Nou ja, die had ik gewoon moeten laten. Ik had het gewoon bij een streepje moeten laten. Vind ik hem ook niet zo heel sterk, als ik eerlijk ben. Zeker over deze glitteroogschaduw. Brengt hij best wel vlekkerig aan. Ja, mijn inkleuren is nog best wel een uitdaging, merk ik. Ja, dit is dan hoe het er nu uitziet. Nee. Ik denk dat als je geen oogschaduw op hebt en alleen maar een wing ermee wil maken, dat die best mooi is. Maar zeker over deze glitter oogschaduw, hij pakt gewoon niet zo mooi. Nee. Nou ja, dat is mijn conclusie. Wil je hem alleen gebruiken voor een wing, dan denk ik dat hij best oké is. Wil je hem over oogschaduw aanbrengen en dan zeker over glitter oogschaduw, dan adviseer ik hem niet. Ja, dat. Oké, dat was het minst leuke deel voor mij. Dan gaan we door naar de lippen. Voor de lippen hebben wij 3 verschillende glossjes. Maar ik denk dat ze allemaal best wel doorzichtig gaan zijn. De rode heet Fixen. Dat is deze. Dan hebben we de lichtroze. Ja, dat is gewoon echt een transparante gloss. Die heet Elfish. Die zie je echt niet. Die is hier. En dan hebben we de bruinige, die heet Spiced. En die is hier. Ik ga voor, hoe heet die ook weer? Voor Fixen, voor de rode. Je hebt een hele lichte rode tint. Hij voelt heel lekker verzorgend aan. Hij plakt niet. Nee, het voelt een beetje als een lipolie eigenlijk. Hij voelt wel heel lekker verzorgend voor mijn lippen. Dus ja, prima. Niet heel bijzonder, gewoon. Gewoon een fijne gloss wel. Dus ja, prima. Oké, dan ga ik eventjes mascara opdoen en dan kom ik zo meteen bij jullie terug met het eindresultaat. Oké, ik heb mascara opgedaan. Dan is dit het eindresultaat. Dan was dat hem. Ik vond het een leuke collectie. Ja, ik ben blij. Dan wil ik jullie voor nu heel erg graag bedanken voor het kijken. Als je het een leuke video vond, geef dan even je duimpjes omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal, daar zou je mij heel gelukkig mee maken. En daar zou je me ook echt heel erg mee helpen. En dan zie ik jullie heel graag bij de volgende. Doei doei!